Hier zijn we bij dat stukje die kapot is. U ziet, dat water komt weer naar binnen. Dit is waar een stukje asfalt is. Hier gaan de auto's voorbij. Bromfietsen. Zoals jullie dat kunnen zien. Oké. Kijk hier. Kijkt u maar. Kijk hier. Kijk. En maandag begint de school. Maandag begint de school. Ik heb een ander video gestuurd van de weg. Waar duidelijk te zien is. Hoe de straat. Hoe die boomtakken allemaal hangen. Hier bijna helemaal op de straat. Heel veel grof vuil, zwerfvuil. Alles wordt hier gedumpt. Mensen, dit is water. Ik kan niet te dichtbij gaan. Hier is net langs de asfalt de springvloed. Kijk hier. Kijk. Tot hier is er water. Tot hier. Tot hier is er water. Dit alles zit vol water. Dit alles hier zit vol water. Ik ben namelijk hier met RR collega's. Karin Seboul. En voorzitter Dipai. We zijn hier even om dit door te geven, want dit kan niet. Maandag begint de school en het is niet te doen, echt niet. Kijk, het is springvloed. We timmeren al zo lang dat dit verholpen moet worden, maar niks wordt gedaan. Ik wil even, kijk, die auto's moeten daar wachten, want één auto kan maar voorbij. Kijk, als deze dan voorbij is, dan komt die andere voorbij. Kijk. Voorzitter, hebt u wat te zeggen? Nee, deze moet iets aan het doen. Deze heeft arm. Vooral kijk, die hangende dingen, boomtakken zo. Straks ga je horen, de RR net doen geen moer. Dat Nassan. Dus onnoelijk RR, Genero, pas op, je gaat daar in de rivier vallen. Wij als RR komen met deze dingen hier nu. Kijk hoe die auto's moeten rijden. Het is gewoon erg. En hier gaat ook de DC elke dag voorbij. We hebben het zoveel keren in onze vergaderingen aangekaart. Karin, we hebben notulen gemaakt hiervan. En, en opgestuurd voor de DS. Maar er wordt niks gedaan. Ik hoop dat er wat gedaan wordt. Karin, heb je nog wat te zeggen? Pas op, ja. Kom jij hier. Pas op, kom. Zo, dat was het zo een beetje.